De mogelijke aanrander en potloodventer van de Zwijndrechtse brug is vrijgelaten. De man zit al 8,5 maand vast en dat is waarschijnlijk langer dan zijn straf zou duren. De man zou in mei vorig jaar vier keer zijn geslachtsdeel hebben laten zien en twee vrouwen hebben aangerand. Het is trouwens nog steeds niet zeker of hij ook de echte potloodventer is. Slechts één getuige denkt hem op een foto te herkennen. Eind maart staat de man weer voor de rechter, dan wordt de zaak inhoudelijk behandeld.